Vanaf zaterdag 29 augustus is er 2 weken lang geen voorstelling, maar een tentoonstelling te zien in het Theater aan de Schie. En deze expositie is ook alleen in Schiedam te zien. Hoe komen jullie op het idee? Nou, het idee is ontstaan eigenlijk dat ik een maand of wat geleden op bezoek was bij een impresario, Impic Entertainment, bij Ruud de Graaf, om voorstellingen te boeken die te maken hadden met de corona-programmering. En dat was op locatie. En daar is ook de loods van die impresario, een producent. En in die loods stonden heel veel decorstukken en kostuums en van heel veel voorstellingen die we door de jaren heen in Nederlandse theaters hebben gezien. En Willem Westhoff, dat is zeg maar de interne producent, iemand die bij de voorstellingen helpt ze allemaal op te bouwen en vorm geeft, die beheert dat magazijn en die had voor de ontvangst de hele ruimte ingericht. Dus daar stonden kostuums uitgestald en ik liep daar binnen en ik voelde me weer thuiskomen in het theater. Ik merkte echt dat ik dat theaterlicht gewoon echt gemist had. In de tijd dat we natuurlijk allemaal thuis moesten werken en ik had gelijk het idee van daar ga ik iets mee doen. Het is toch zonde als het hier in een lood staat en niemand krijgt dat te zien. Dat is toch eigenlijk heeft het museale waarde. En zo kwam ik op het idee om, denk ik, ga een expositie bedenken van theaterkostuums, decors, verhalen die erbij horen. En die gaan we in de tijd dat we nog niet begonnen zijn met de voorstellingen, gaan we die neerzetten op het toneel in Theater aan de Schie. In het licht en op de plek waar ze horen, op het toneel. Nou ja, het is zover. Het lijkt alsof u achter uw bureau zit. Dat is ook wel een beetje zo, maar we zitten in de tentoonstelling. Hè? Dit is ook een decorstuk. Ik zit achter het bureau van Higgins uit de voorstelling My Fair Lady. Ik moet zeggen, ik zei al, ik ben heel de dag op het toneel hier. Maar dit heb ik ook maar mijn werkplekje gemaakt. Dus ik zit hier eigenlijk al 4 dagen te werken en de boel te regelen. Maar ik moet ook zeggen, ik voel me ontzettend thuis in dit theaterlicht, in het toneelhuis. Ik ben 30 jaar, 32 jaar geleden begonnen in het theater als technicus. Dus dit is mijn eigen vertrouwde omgeving. Dus een jas die past me heel erg goed. Dus ik zit liever hier dan voor in mijn kantoor. Hoe zijn de reacties? Het moet nog beginnen natuurlijk, maar we hebben wat try-outjes gemaakt met mensen die we dan uitnodigen van loop even een rondje mee. En de reacties zijn eigenlijk allemaal dat ze heel erg verrast zijn. Ik moet zeggen, eerlijkheidshalve zeggen, we hebben onszelf ook een beetje verrast. Het is iets waarvan je moet voorstellen dat we eigenlijk niet precies weten, waar gaan we het nou neerzetten? Hoe gaan we het nou uitlichten? Hoe gaan we het nou presenteren? Afgelopen maandagochtend hebben we de expositie opgehaald. En we zijn gewoon maandagochtend begonnen. En ik heb ook sinds lange tijd weer meegewerkt. Dus ik heb helpen inrichten met een fantastisch team technici en publiciteitsmedewerkers die echt in een paar dagen tijd vind ik dat wij toch een klein sprookje hebben neergezet. En dat kunnen de mensen dan komen zien. Dus het was ontzettend leuk om te doen. En het resultaat heeft ook ons een beetje verrast. Dit is niet jullie dagelijks werk. Hebben jullie er hulp bij gekregen? Nee, dit is echt uit eigen werk. Dus dat, laat ik zeggen, daar ben ik er ook best wel trots op. Ja, we weten natuurlijk als theater, als geen ander, hoe je iets moet presenteren en hoe je iets kan laten aanraken bij mensen. Want dat is ons vak. Gebruik maken van licht, gebruik maken van theater, technische ondersteuning. Wat doe je wel, wat laat je weg, wat voeg je toe. Al die dingen bij elkaar. We denken dat dat heel aardig gelukt is. Maar we hebben het echt allemaal uit eigen middelen, eigen kennis gedaan. Wat is het topstuk? Dat is een persoonlijke vraag natuurlijk, want het zijn natuurlijk allemaal, want er zijn 21 producties uitgestald. De ene heeft meer aandacht dan de ander. Ik moet zeggen dat ik toch de Japon van Evita wel erg mooi vind. En niet alleen natuurlijk vanwege de uitstraling, maar het verhaal erachter. En nog een andere aanleiding is, die voorstelling die is hier ook gemaakt. Wij monteren vaak voorstellingen. Toen de voorstelling in 2018 in première ging, daar voorafgaand wordt die ergens in een theater gemaakt en wordt eerst gespeeld. Dat was in Theater aan de Schie. Dus die musical van die producent zag het levenslicht voor het eerst in Theater aan de Schie. Dus dat maakt dat stukje toch wel erg bijzonder voor mij. Ja. Nu is er een brandbrief gestuurd nu door allerlei organisaties naar die minister. Want ja, het is eigenlijk code rood voor de hele evenementensector. Hoe komt dat weer goed? Nou, hoe het goed komt, dat weten we allemaal. Dat is een kwestie van tijd en je vooral aan goede codes houden. En neem dat heel serieus. Doen wij ook heel serieus. Wij gaan dadelijk met voorstellingen open. Dat betekent, wij zijn erg gericht op de zorg voor het publiek, voor de spelers en voor de medewerkers. Dus neem die regelgeving heel serieus. Mensen kan niet vaak genoeg zeggen. Blijf het volhouden. Het is best moeilijk, maar blijf het volhouden.
dan komt het goed. Dat kan niet anders. Dan is het een kwestie van tijd. Hoe het financieel goed moet, dat is natuurlijk per sector wel afhankelijk. Ik moet zeggen dat de theaters en de culturele instellingen in Nederland op het moment, vandaag is er weer een nieuwe regeling, een toezegging, een grote steun vanuit de overheid gekomen. Dat gaat langzaam maar zeker de goede kant op. Evenementenbranche, de vrije producenten, die hebben nu aandacht nodig. Het is niet alleen die producent, dus dan moet je niet denken aan bijvoorbeeld Joop van der Ende of wat dan ook, één persoon of Albert Verlinde. Daaronder zit een hele kerstboom van ZZP'ers, toeleveringsbedrijven. Dus als één producent geen voorstelling uit kan brengen, hebben honderden mensen geen werk. Is er ook geen voorstelling, is er ook geen product. Daar moet aandacht voor zijn, die moeten geholpen worden. Theater aan de Schie behoort niet tot de drie theaters, één de drie theaters die in de financiële problemen komen qua liquiditeiten. Wij hebben ons financiële boekje gezien de omstandigheden best op orde. Maar er zijn er, die staan echt op punt van omvallen. En met name de evenementenbranche, de vrije ondernemers, die hebben echt steun nodig. Terug naar de expositie hier. Van wanneer tot wanneer is die te bezoeken? Kunnen mensen zomaar binnenlopen? Kost het wat? Om het laatste beginnen, het is hartstikke gratis. We willen het echt een cadeautje even aan de stad. Kom even kijken. Je kan de kostuums kun je nergens zo dichtbij zien. Je zat in de zaal bij Evita, je hebt die japon, je mag hem bijna aanraken. Zo dicht ben je erbij, maar je zit ook in het theaterlicht. We gaan morgen open, elke dag, 14 dagen achter elkaar, van 12 tot 5 uur en op donderdag en vrijdagavond tot 9 uur 's avonds. Het liefst even inschrijven via de website, maar je kunt ook inschrijven aan de deur. Je mag komen wanneer je wil, er mogen niet meer dan 30 tegelijk naar binnen, dus het beste is natuurlijk even inschrijven, dan weet je ook, ik ben binnen. De artiesteningang is de entree, dus je komt letterlijk binnen via de deur, zoals al die honderden artiesten, of duizenden inmiddels, die hier de afgelopen 22 jaar geweest zijn, kom je ook naar binnen en wij nemen je mee in de wereld van theater. Het duurt maar 14 dagen en hij is uniek in Nederland. Dit wordt nergens vertoond, op deze manier zo gepresenteerd. En je bent nu als liefhebber van theater, want je hoeft nog niet eens te komen om even deze tentoonstelling te zien, dan krijg je vanzelf een bewondering voor het hele product. Maar je komt in de gelegenheid om op een plek te komen waar je normaal gesproken niet bent, dat is op het toneel. En die achtergrondinformatie die je normaal gesproken niet meekrijgt en de plekken waar je op komt, in de artiestenfoyer, in de loading dock, allemaal plekken waar je normaal niet bent, daar krijg je nu 14 dagen de tijd voor om dat te doen. Neem iedereen mee, iedereen is van harte welkom en nogmaals, het is gratis. Nog even vooruitblik naar het nieuwe seizoen, want als het expositie weg is, dan gaan jullie weer van start. Met minder bezoekers, maar wel met een vol programma. Het is anders, maar het is zeker niet minder. Het zijn andersoortige voorstellingen, ze zijn kleiner in de opzet, ze zijn korter qua duur. Maar de kwaliteit is, daar sta ik garant voor. De kaartverkoop is begonnen, www.theateraandeschie.nl. Mocht je het nog niet weten, dan kun je daar het programma zien. De kaartverkoop loopt. Mag een stukje beter, moet nog komen. Dat is ook wat de landen horen. Het publiek is nog een beetje voorzichtig. Weet dat bij ons, daar doen we ons maximaal ons best voor, dat iedereen veilig in de zaal zit. We respecteren die anderhalve meter, zeer nauwkeurig, mondkapjes, overal handen wassen. Hele grote sterke afzuiginstallatie, waardoor de gebruikte lucht met honderdduizenden liters per voorstelling wordt afgezogen en verse lucht in de zaal wordt ingeblazen. Dus als het ergens veilig is, gezien die omstandigheden, dan is het een theater aan de Schie.